De basketballiefhebbers konden zoals altijd weer tijdens de paasdagen genieten van enkele top jeugdploegen tijdens het Holland Nordic Basketball Tournament. Dit jaar was het toernooi vooral trots op de deelname van de jeugdploeg van CSKA Moskou. CSKA is een grootmacht in het Europese topbasketbal. We zijn ook trots op dat CSKA zich uit eigen beweging heeft aangemeld. Dat hadden we 10 jaar geleden nog niet mogen bedenken. Maar het is inmiddels zo dat we een hele sterke naam hebben gecreëerd binnen Europa, maar ook daarbuiten. En CSKA heeft zich gewoon zelf aangemeld en vroeg of ze mochten komen. En toen hebben we gezegd van natuurlijk. Voorzitter Bart Prak is al 20 jaar de drijvende kracht achter het HNBT. Maar het toernooi kan niet zonder een grote groep vrijwilligers. We zijn ontzettend trots op het feit dat we al 20 jaar lang dit grote evenement en ook sterke evenement vol mogen houden. En dat is natuurlijk ook dankzij mede dankzij al die vrijwilligers, meestal zo'n 140 vrijwilligers, die toch elke paasdagen weer hun steentje bij willen dragen. Dit is de derde keer dat ik ook actief bijdraag als vrijwilliger. En het is 3 dagen vol met basketbal, dus daar kijken we altijd wel naar uit. Ja. Hoort dit net zo bij Pasen als eieren zoeken, basketbal? Voor mij inmiddels wel, ja. Het staat in de agenda vastgelegd en elk jaar weer. De deelnemende ploegen komen naast thuisploeg Donar uit Litouwen, Letland, Rusland, Tunesië, China, Duitsland en Tsjechië. Basketbal is een wereldsport die ook in Nederland populair is. Basketbal is wereldwijd zeker een hele belangrijke sport. Het leuke is, er is een onderzoek gedaan naar sporten bij de jeugd van 12 tot 17. En dan komt basketbal in Nederland als beste sport uit de bus. Alleen dat vertaalt zich helaas niet in het aantal leden. En dat is wel erg jammer. Een van de opvallendste spelers is de 16-jarige Jesaja Hartenstein. De 2,10 meter lange forward wordt al begeerd door topploegen uit heel Europa. De speler van Artland Dragons wordt gecoacht door zijn vader Florian. Het nationale jeugdteam van Tunesië onder 19 had een lange reis achter de rug voor het zijn eerste wedstrijden kon spelen in Sporthal Vinkhuizen. De ploeg bereidt zich voor op het jeugdwereldkampioenschap later dit jaar. It's good. All the team are close in level. We played well, but we didn't win. We will play better in the second tour. How tough are the matches for you as a team? They are strong inside. We don't have more players inside. They are better than us inside. In outside we can handle the other players in defense, offense. But we need more players inside, stronger players. Zoals verwacht won CSKA Moskou zondag de finale door de winnaar van 2014 CEZ Nymburk te verslaan. Tianjin basketbal eindigde op de derde plek. Donar werd laatste op het sterk bezette toernooi.